Maar mensen, ik had jullie verteld dat we ook naar een plek zouden toe gaan. Guys, I'm here with John. John, I'm here for the first time in Helsingborg, and can you tell me what is so special about the city? Assalamu alaikum beste mensen en welkom terug bij een gloednieuwe vlog en bij een gloednieuwe deel van mijn nieuwe serie Scotland, the Land of Beauty. Het is weer een nieuwe dag, het is vandaag zaterdag en vandaag gaan wij natuurlijk ook weer wat leuks doen. Ik heb heerlijk geslapen en ja, we hebben ook heerlijk ontbeten. En nu ben ik even omgekleed, zoals jullie kunnen zien. Ziet er weer frisjes uit. Jullie zien het. Trouwens is het nieuwe shirt die ik gisteren heb gehaald. Frankrijk, jullie zien het. Dit is dan die WK shirt die net is geweest. Die ze ook hebben gedragen. Ik heb deze gehaald voor een leuk prijsje. Dus ja toch, we zijn gewoon fris en fruitig mensen. Wat gaan we vandaag doen? We gaan eerst nu een zorggebed verrichten en daarna gaan wij richting, want mijn broer woont in Clydebank en hier heb je natuurlijk die shopping center. Ik ga jullie daar meenemen en ik ga jullie gewoon een toertje geven van hoe het daar allemaal eruit ziet, wat voor winkels je daar hebt, wat je kunt halen en hoe de buurt en zo is. En misschien als het weer nog mee zit, kunnen we nog naar een plek toe gaan, maar dat laat ik jullie wel weten als we dat ook gaan doen, want ik wil jullie geen valse hoop geven. En ik wil ook niet jullie teleurstellen, dus vandaar. Maar goed mensen, genoeg gepraat. Laten we gewoon een dag beginnen. Let's go. Waar gaan we ontbijten? We gaan er zo'n tentje hier, genaamd Paratha Box. Voor de mensen die niet weten wat Paratha betekent. Het is zeg maar een soort van Pakistaanse pannenkoek. Zo, we gaan even het assengebed verrichten, omdat de tijd ook goed is. Dus we gaan dat doen in deze prachtige Central Mosque van Glasgow. Kijk achter mij. Subhanallah. En dan, dan laat ik jullie een beetje zien binnen. Dus laten we gaan. Maar mensen, ik had jullie verteld dat we ook naar een plek zouden toe gaan. En ik ga even naar voren halen hoe het plek heet. Het heet, even kijken, iets met, juist, Helensbrook. Helensbrook mensen. Dat is iets van 50 minuten rijden. Maar we gaan eerst naar die Clyde Shopping Center en zo. En dan gaan we die kant op voordat het weer gaat regenen of zo. Dus laten we gewoon ook heel snel dat gaan doen. Dan neem ik jullie daar mee. Ik heb er super veel zin in. En ja mensen, de auto. En voor de rest is niks bijzonders. Trouwens, ik kan vanaf hier, zeg maar helemaal daar, kan ik al zien dat er een vliegtuig aan het rijden is. Klein beetje. Zo scherp zijn mijn ogen. Maar echt waar mensen, Schiphol zeg ik, luchthaven is letterlijk daar zo. Is 10 minuten vanaf mijn broers huis naar daar. Kijk hoe dichtbij het ook is. En die vliegtuigen landen ook zo heel laag hier. Echt heel mooi om dat te zien. Dus ja mensen, maar jullie zien het ook allemaal, ik ben lekker aan het genieten en ik neem jullie ook mee op deze prachtige avontuur. Maar nu gaan we echt de reis even beginnen. Ik check jullie weer zo meteen. Oké, mensen, we zijn dus hier in de shopping center van Clydebank. Zoals jullie kunnen zien, het ziet er best mooi uit. Ja, het is gewoon ja, gewoon mooi. En we gaan nu even gewoon net de rondjes lopen en even kijken, ja. Misschien halen we wel wat en misschien niet. En ik laat jullie gewoon zien wat voor winkels je allemaal hier hebt. Oké, mensen, we zijn nog steeds in de mall, maar we gaan wel zo meteen weg. Ik heb net even een parfum gehaald. Lekker, 2 voor 18 pond of zo. Best wel een mooi koopje en ja, ik heb gewoon 2 gehad. Eén van mijn broer en één van mij. Het is ja, een lekkere geur voor de mensen die geïnteresseerd zijn welke merk is van David Beckham. Maar het was een andere soort, maar best wel lekker. Oké,
Oké, mensen, we zijn aangekomen in Helensbrook. Kijk eens even. Guys, I'm here with John. I'm here for the first time in Helsingborg, and can you tell me what is so special about the city? Well, Helsingborg is a bit an old town, old city, town I think you'd call it. It's a bit of a it's quite a good place to be. As the River Clyde down behind the camera there. Yeah, sure. And it takes you up into the loch. Okay. And yeah, it's a nice place to live, nice place to be. A lot of retirees live here, and it's a nice place to be. Okay, so you recommend everyone to come here? Well, yes. Yeah, I mean, this is summer. It doesn't feel like summer, but it's quite unusual. Yeah. Well, maybe it's not that unusual, actually, to be honest with you. But yeah, it's a nice place to visit. You know, it's nice and comfortable, relaxed. Yeah. It's safe and friendly, you know? Nice to hear, man. Thank you very much. You're very welcome. Have a nice Cheers, enjoy son. Day. You too. Can I have a word with you, though, about something else? Yeah, sure. Okay. On the cashier. Oh, yeah. Okay. Which country do you originate from, your family from? We are from Pakistan, but we are living in the Netherlands. Okay. Have you spent much time in Pakistan? I'm not going... last time was in 2019. So was I. Yeah? Yeah. But I didn't know you were there in 2019. Oh. I went for the first time to Pakistan for 1 month. Okay. In 2019. Just, you know, my wife and I, the kids have grown up, my wife and I holiday together. Yeah. But when I holiday alone. Was it in the summer or like? It was in April or May. Oh, I was in December. In December. My sister's wedding, so. Whereabouts in Pakistan was the wedding? Islamabad, okay. Yes. I went into Lahore and then up to Islamabad, Rawalpindi. Yeah. And then from Rawalpindi, I went up to Abbottabad. And then to Gilgit, and then to Passu, Karimabad, yeah. Passu, Sost, to Kunjarab. And can I tell you something, son? Are sure. you proud to be from Pakistan? I'm proud to be you from Pakistan. You should be. I should be, of course. I have never encountered hospitality, kindness, generosity, friendliness, you know, compassion, kindness. A more welcoming feeling I've never had anywhere else. Your country is amazing and it's stunningly beautiful. You hear it, guys. Pakistan is amazing. You yeah, I'd actually say it's more beautiful than Helensburg. but you know, like Karimabad, Passu, you know these places? Yeah, Pakistan is stunning. Beautiful. But the thing is now with politics and everything. I know. It's very crazy because Pakistan, and everyone has to know this, because Pakistan is a beautiful country to visit. The food, the people, yeah. And of course you have some people who are like not kind or something, but overall that's all over the world, it's worth it everywhere. And I'm very glad to hear from you that you are advising me, but I know that everyone is trying to go there and see the beautiful view and the places and eat food and just having a good time. You should be proud to be from Pakistan. I am proud. It is Pakistan beautiful. Pakistan yeah, it's Zindabad. Zindabad, yeah. Zindabad, it's a beautiful place, son. Thank you very much. And I loved your country. Hey, have a nice one, have son. Have a nice one. Ciao. See you later, son. Hey. Good luck. Yeah, thank you. Wow, man, sir. That was, think ik, the best moment ooit gewoon dat ik dit heb mogen maken. S.O. naar hem. Echt waar, S.O. naar hem. Wow, mensen. Hij is van Pakistan geweest. En hij zei van, ik heb nog nooit zoveel liefde ontvangen, zoveel respect. Wow, man. Hallo mensen, we zijn weer teruggekomen thuis en dit is alweer het einde van de vlog. Ik weet het, het was geen lange vlog, maar ik heb het tenminste wel leuk en kort en krachtig gehouden. En dat is het belangrijkste. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je het nou een leuke vlog? En zoals ik het ook altijd zeg, doe zeker die blauwe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als jij nieuw bent. En als je mijn kanaal leuk vindt en als je mijn video's ook leuk vindt, dan waar wacht je nog op? Abonneer!
Dus mensen, morgen is er weer een nieuwe dag. Morgen gaan we weer wat leuks doen. Maar jullie weten het, ik hou het even spannend. Tot morgen, dat zien jullie dan wel. Vandaag, wat hebben we gedaan? Shoppingcenter bezocht en Helensbrug gezien. Een heel mooi dorpje en zeker een aanrader om met te bezoeken. Als je van strand houdt en gewoon even rust wilt, dan moet je zeker daarheen gaan. En als je me nog niet volgt op Instagram, moet je dat zeker doen. Want daar post ik al mijn foto's en noem het maar op. Dus dan kan je gewoon dat even checken. Dit was het einde. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende vlog. Laters. De zon schijnt super lekker. We gaan vandaag naar Eerdum. Prachtige groene stadion. Dit is Celtic Stadium.